Hallo, ik ben Ludwig, de voorzitter van de Cultuurraad van Dentrechem. 2020 was letterlijk een donker en duister jaar. Voor de verenigingen van de Cultuurraad en andere verenigingen was dit een slecht jaar. Werkelijk niks of weinig kon georganiseerd worden en bijna alles moest uitgesteld worden. Hopelijk wordt 2021 een beter jaar. Maar ik heb nog een vraag voor jullie. Hoe kunnen jullie licht brengen in duistere dagen en donkere dagen, zowel voor jullie vereniging als voor jullie vrienden en jullie familie? En zo komt er weer licht in de duisternis. Hoe brengen jullie licht in deze donkere dagen? Thank you.
Ik wens iedereen een voorspoedig en gezond 2021. Vol met culturele activiteiten. Maar wat wensen jullie voor 2021? Jullie allemaal prettige feestdagen toe en een gezond 2021. Doei! Een nieuw jaar met Marponte dames onder elkaar. Beleef, geniet en ontdek. Aan inspiratie geen gebrek. 2021 wordt ongetwijfeld een markante comeback. Prettige feest. Van Gezinsbond Dentergem sturen jullie langs deze weg warme kerstgroeten en onze beste wensen voor het nieuwe jaar, vol met leuke en interessante activiteiten. Jouw gezin, daar doen we het voor. It's the most wonderful time of the year. Ik ben David Verbeuren, voorzitter van het Nieuw Wakkenstoneel. 2020 moest voor ons een speciaal jaar worden. Het Nieuw Wakkenstoneel bestaat immers 20 jaar. We kozen ervoor om een stuk te spelen die 25 jaar geleden ook werd gespeeld. We konden zelfs enkele spelers terugstrikken die toen ook op het podium stonden. Een prachtig decor werd in elkaar geknutseld. De spelers kwamen vol enthousiasme terug naar de repetities. We hadden zelfs 5 uitverkochte zalen, tot de avond voor de première. Het hele land in lockdown hing. We mochten al onze plannen terug opbergen. We dachten dat alles wel snel voorbij ging zijn, maar niets is minder waar. We planden onze voorstellingen in november. Deze mochten we ook terug afgelasten. Dan maar naar maart in 2021. Helaas moeten we jullie terug allemaal onthoofden. Hou alvast onze website in de gaten. Ergens in 2021 zien we jullie massaal terug. Mag ik jullie een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen. Hou het veilig. Wakkenswingt wenst iedereen een prettig en gezond einde jaar. Laat ons hopen dat 2021 een swingend jaar wordt, zodat we op 10 juli... een spetterend feestje kunnen bouwen op de Markt van Wakken. We hopen jullie dan ook allen op 10 juli te mogen verwelkomen. Groetjes en prettig einde jaar. Van Dentergem wenst iedereen een goede gezondheid, hoop en dromen voor 21. We hopen dat iedereen de nabijheid mag voelen van anderen in deze moeilijke periode van onzekerheid en twijfel, soms angst en verdriet. En we verlangen dat we binnenkort weer op regelmatige tijdstippen mogen samenkomen om te doen wat we graag doen met Ferm. Beste mensen, de Gezinsbond Oeselgem wens jullie allemaal een warm, gezond en vruchtbaar 2021 toe. En hopelijk ontmoeten we elkaar snel terug.
Zoals u kon horen van onze verenigingen was 2020 op Q-trailgebied zeker een dieptepunt. Geen toneelvoorstellingen, geen tentoonstellingen, geen optredens. Het was werkelijk zeer jammer. Er was wel een lichtpuntje. Onze cultuurraad heeft toch gezorgd voor het straatmuseum. En dat was een schot in de roos. En we hopen met z'n allen dat 2021 veel beterschap kan brengen en dat de creativiteit op cultureel gebied beloond mag worden.